Hey mensen, hoe is het met jullie? Met mij gaat het wel redelijk. Ik ben een beetje voetbal aan het kijken. Frankrijk tegen Marokko, het is nu de eerste helft bezig is. Alleen de uitslag is niet echt goed. Kijk, het staat nu 3-0, dus Marokko moet echt nog een beetje gaan aanvallen. Maar ja, er worden veel fouten gemaakt in de verdediging en die Franse spelers die kunnen er zo tussendoor lopen, waardoor ze makkelijk 3 doelpunten hebben kunnen maken. Dus dat is een beetje jammer. Dus die verdediging moet echt wat beter. En ze moeten nu ook nodig gaan scoren, willen ze nog deze wedstrijd gaan winnen. Tot nu toe, de enige die een beetje goed speelt, is Benzina. Maar voor de rest valt het diep tegen. Nou, het is nu rust. De eerste helft zit erop. Het valt wel erg tegen hoor. Het staat nog steeds 3-0 voor Frankrijk in de rust. Dus of de tweede helft goed gaat, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat Marokko uitgeschakeld gaat worden. Dat is erg jammer, maar ja... Het is wel terecht, want Frankrijk krijgt heel veel kansen en die schiet ze er gewoon in. In de 25e minuut ongeveer was het al 3-0. Dus ja, het is niet goed. Dus ik hoop dat ze in de tweede helft een beetje iets kunnen, maar ik heb er een hard hoofd in. Nou, de tweede helft is inmiddels begonnen. Het is ongeveer een anderhalf minuutje bezig. Aan het begin kreeg Marokko wel een aanval, maar die werd alweer geschept door een Franse speelster. En het was nog buitenspel ook, dus ze hebben er niet veel aan. Maar ze zouden op zich wel kansen kunnen krijgen, alleen het wil maar niet lukken vandaag. Alsof we vandaag gewoon geen geluk hebben. Maar ja, nog een helft van 45 minuten. Maar goed, als Frankrijk 3 keer kan scoren in een helft, moet Marokko het ook wel kunnen. Ik denk niet dat het gebeurt, maar ik probeer nog een klein beetje die vertrouwen erin te houden. Nou, nog 5 minuten te spelen en er staat 4-0 voor Frankrijk. Ja, het is jammer, maar ja, het is even niet anders. Ja, het zit erop voor Marokko. Ze hebben met 4-0 verloren van Frankrijk. Weet je, dat vind ik oprecht. Ik vind dat heel jammer. Ik bouw er zelfs echt wel van. Want ik had echt gehoopt dat Marokko nog heel ver zou komen. En van Frankrijk zou winnen. Maar dat mocht niet zo zijn. Ze stonden ook al heel snel 3-0 achter. En ja, dan mag de verdediging zichzelf wel aanrekenen. Want die Fransen kwamen er zo tussendoor. En die goals vielen wel heel makkelijk. Dus ja, het was niet echt een goed spel. De enige die ik nog een beetje goed vond spelen was Benzina. Die deed nog wel goed, want die heeft een paar keer de bal echt goed uitverdedigd en dan echt goed weggetrapt. Dus die krijgt nog wel een complimentje. Maar voor de rest was het spel echt teleurstellend. Het had echt veel beter gekund. Nou ja, het is even niet anders. De 8e finale, daar is het mee gezegd. Nou ja, misschien over 4 jaar weer beter. Jongen. Nee, dit is echt jammer. Ik vind het echt jammer. Ik hoop echt dat ze over 4 jaar het weer beter doen, dat ze dan nog verder komen. Maar ja, nu kunnen we alleen nog maar juichen voor Nederland. En die hebben binnenkort ook weer een wedstrijd tegen Spanje. Maar die is dan om 3 uur 's nachts, dus moet ik mijn wekker weer zetten. Maar ja, dat komt wel goed. Ja, het is jammer. Maar ja, wat kun je er nog meer over zeggen? Het spel was niet per se goed. Op eentje na. En voor de rest... we kunnen er niet meer veel mee. Het is afgelopen. Het is jammer. Maar ja, we kunnen het even niet veranderen. Maar ik ben wel trots op het team. Vond dat ze heel leuk speelden. En ze hebben Duitsland uitgeschakeld. Ze zijn tot de 8e finale gekomen. Dus ze hebben het nog wel goed gedaan. En ze hebben ook hele mooie speelsters. Dus... Ze kunnen ook nog wel een beetje tevreden zijn, alleen jammer genoeg, dan kunnen ze niet verder komen. Ja, jammer. Nou ja, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.